gaat inderdaad echt super snel de energie. Zo jammer. Maar daarentegen, we zitten wel in de ruimte. Ik ga dus eventjes die nuclear engine dus hier gaan bouwen. Dus die small reactor, toch? Ja. Denk ik. Ja, volgens mij wel. You need steel plate to build this. Oh. Ik heb heel veel steel plate. Wil je die in de inventory van het ding stoppen? Ja, 10 seconden. Oh, ik zie ze al. Laat maar. Oké. Okay. Nou, dan kan ik eigenlijk wel weghakken. Steel plate zit erin. Oh, ik zit vol. Tim. Kom al. Kom eens hier. Hier staan 3 mooie steel plates. Voor je klaar. Dank je. Asje. Dat wordt de reactor hiernaast. Ik weet niet of het handig is om onze nucleaire reactor op iridium based hiernaast te zetten, maar... Oké, Wat hebben we allemaal nodig? Construction component, dat moet ergens zitten. Ik heb die construction component. Ik had de laatste. Oké, large steel tube. 8. Waar halen we die vandaan? Ze horen erin te zitten. Large steel tubes. Waar zitten die? Die horen ergens in de machine te verkrijgen. Motor, uranium, metal grid, grinder. Hier zit in de thrusters zitten van die dingen. Large steel tube zit in de thrusters? Oké. Okay. Kijk uit dat je niet vol zit. Nee, ik zit niet vol. Oh, wow, dat ging snel. Ja, het gaat echt ontzettend snel. Er stond als optie, toen ik deze wereld aanmaakte, stond zo van inventory size 3 keer. Ik dacht van, inventory size 3 keer? Waarvoor heb je dat nou nodig? ik ben er inmiddels achter. Ik krijg lekker veel spullen van die routers. Ja, maar je zit ook binnen 10 seconden vol. Nee, klopt. Okay, thruster components zijn zwaar. Maar ik zit nu alweer vol, holy shit. Ja, die thruster components, die wegen veel. Jeez, oké. Okay. Even opletten, Tim. Ah ja, het zijn die. Oké. Okay. Dan kan ik nu beginnen aan de... Nee, waar zijn de small... Oh, ik zit nu alweer vol. Je laat ze toch niet wegvliegen? Nee. Oké. Okay. Als het goed is, niet. Ik zie ze nog niet. Oh, ik heb wel wat om... 7. Hot. Zo doen we dat. Reactor components. Meer dan 50. Oh, je duwt me telkens weg trouwens. Sorry. Dan kan ik... Dan word ik gebukt. Ik ga wel van bovenaf. Ik doe de motors. Oh, wat hebben we nu nodig dan? Reactor components. Oh, die doe ik wel. Meer. Nog 55. Reactor. Construct capacity. Oh, daar. Oké, ik heb ze. Oh, wat heb jij ze nou? Nee. Oké, dat was strange. Holy shit, die zijn zwaar. Nog 8. Ja, ik was niet net allemaal in één keer. Dat is te zwaar. 9 en ik zit alweer op 100 liter. Oké, computers, die had ik voor. Ja! Oh ja. En we got power. Nou, nog niet, maar. Ja, we hebben het onderdeel van power. Dan gaan we nu mijn seat weghalen. Cockpit nummer 3. Zou een andere cockpit goedkoper zijn om die te gebruiken? Oh, we halen ze hem samen. Geen idee. Let op je volume. Gaat nu ineens hard. 400 zeiden we toch? Ja. Oké, nee, deze heb ik wel. Dat red ik in niks. Pak ook wat. Ja, dat is niet erg. Ik begin met je deur. Daar zitten heel veel dingen in. No props. Let op je liters. Ik heb moeite om naar beneden te gaan. Ik denk dat het goedkoper is. Holy shit, dit. Deuren zijn zo sterk. Stabiel.
Ja, want een deur kan je, kun je enemies laten voorkomen als je met multiplayer zit. Ze zijn erg op multiplayer gericht, deze jongens. Ik plaats de control... denk hier? Is dat fancy nou? Is dat sense fancy? Heb ik dat eindelijk een keer gezegd op sense fancy video's? Oké. Okay. Heb ik dat al gezegd? Ik heb het nog nooit gezegd in een filmpje van jullie. Oké, okay. Als jij cockpit 3 helpt ook even met maken, want je hebt de helft van de spullen. Ja, eerst ga ik even wat energie voor mezelf halen. Sure. Ik zit op 50%, dus ik kan nog eventjes door. Ja, ik op 30. Dan hoef ik zo meteen niet snel op te schieten. Construction components, die zit voor mij nog wel hier in. Construction components, ja, die hebben we hier. Eerlijk dat de inventories niet uit zichzelf worden opgeruimd. Nee, klopt. Jij hebt onderdelen die ik nodig heb. Ja, ik kom. Ik zit weer vol. Denk ik. Computers heb je als het goed is? Kom ik naar beneden. Even. Ja, ik heb alles. Oké. Dan moet je even kijken of je hierin ook kan opladen. Ja, dat kan. Probeer eens. Zit er iets in de... Nee, die ga ik nu doen. Inventory. In de iridium heb ik hier en die stop ik nu. Oh, wacht. Die zitten niet verbonden. Kun jij de uranium uit de storage halen en in de reactor doen? Uit de storage halen. Wacht 10 seconden. Uranium is niet al te zwaar. Stop je dan in de reactor. Access denied. Oh, sorry. Sorry. Dat moeten we eventjes nog fixen een keer. Moet je weer terug in je ding. Share all, ja. Oké. Okay. Doe ik ook meteen even hier. Oké. Okay. Als het goed is moet je erin kunnen, ja? Power is lit. We hebben power? Ja. Maar ik word niet... Ja, ik heb opgeladen. Nice. Ik word opgeladen. Oké, okay, dat probleem hebben we vast opgelost. Maar we hebben veel... Reactor usage 0%, dus het is zo goed als gratis. We moeten een knopje maken in de stoel, dat doe ik wel even. Dat we de reactor even aan kunnen zetten en uit. Small reactor, on, off. Dus dan maak ik in de stoel een knopje. Oh ja, oké, okay. Ja, ik snap die wat je de toggle wilt. Doet. Dus als je het nodig hebt, dan klik je hem aan. Word ik opgeladen, zet ik hem direct weer uit als we hem niet nodig hebben. Ik neem nu ook de gravity generator mee. Misschien dat ik dat eventjes laat wachten. Ja, inderdaad, wacht daar maar even mee. Want ik zag hier spul en ik wil ontzettend graag kijken wat het is. Het gouden. Ja, ik zag het ook. Dus dan moet je wel je drillbar pakken. Oh, die kan ik niet pakken. Die zit in de inventop. Ja, maar hij staat wel ja, dat is een fazig. Ja, dat is een phantom item. Hij lijkt dat het er is, maar hij is er niet. Ik pak ook eventjes mijn drillbar, hoppakee. Zeg maar, je hotbar wordt niet oh, kut. Wordt niet aangepast erdoor. Ik zie ook allemaal items, dus... Ik heb een... groot gat gevonden. Holy shit! Wat? Wat heb je gevonden? Een, soort van... cave in deze grot. Heel veel ijzer volgens mij. Ik heb kobalt. Oh, daar. Nee, vlieg niet weg. Wat? Ik heb het. Wat is het? Ja, goud. Ui. Ik vind het ook wel cool dat ze het op de scheikundige naam hebben gedaan. Dat is stone. Stone. Later kunnen we ook machines maken die dit automatisch doen. Ja, dat heb ik gezien. Dat kun je op je schip doen. Maar voor de kijkers misschien, weet het niet. Ja, sorry. Oh. Ja. Oh, ik zie iron.
Ja, ik heb een enorme cave gevonden. Ik ben een beetje. Oh, iron ore. Wow. Wil je even iets opslaan? Dang it. Ja. Kobalt, iron, stone. Je moet wel oppassen wat je allemaal laat gaan of wat je niet laat gaan. Ja, inderdaad. Eigenlijk moet één iemand minen en iemand daarachter de spullen pakken. Ik heb een geweldige mijn wat dat betreft, want ik zie heel veel iron. En mijn gat is best wel diep, dus ik kan zeg maar naar achter gaan en kijken van hey, jij bent iron. Ik heb wel heel veel goud en een beetje iron gepakt. Wat ik ook wel awesome vind is dat ze daadwerkelijk iron rood hebben gemaakt. Mm-hmm. Veel spellen maken tegenwoordig bruin ja, vanwege Minecraft. Dat klopt ook weer niet hoor. Dat het rood is. Iron, rauw. Waarom is rood? Waarom? Geoxideerd aan metaal. Ja, door water. In de ruimte zit toch geen water? Waterstofmoleculen kunnen er wel bestaan. Ja, ik ben geen wetenschapper, dus ik ga niks zeggen. Oké, ik heb nu best wel een inventory vol. En ik denk dat we jouw schip nodig hebben voor het refinen. Ja, dat klopt. Kijk, waarom maak ik de beest nou groter? Omdat ik het makkelijker kan vinden. Zullen we de refinery even op onze plek plaatsen? Ik denk dat dat... kan. Op zich maar. Dan moeten we heel vaak heen en weer en goed opletten op wat wij hebben. Ja. Ik neem wel mijn refinery mee. Hoewel, ik denk dat we eerst jouw cargo moeten gaan meenemen. Of een tweede cargo gaan maken überhaupt. Waarom? Zit die bijna vol? Ik weet niet, maar... Er gaat best wel veel in. Ik ga kijken hoeveel erin past. Oh, laat maar. Laat maar. Dat neem ik eventjes terug. Holy shit. Hebben we iets aan stone? Is mijn vraag. Denk het niet. Dan drop ik het item. Cobalt, dat is CO. Construction en iron, dat is FE. IJzer. Okay. Waar zit ik nog steeds meer? Oh, ik heb natuurlijk weer die handtrail. Ik denk van waarom heb ik zo'n 100 liter in mijn ding? Handtrail. Oké. Okay. Highstone. Oh, dat zit nu hier. Dat is handig. Oké. Okay. Whatever. Oké, wat gaan we doen? De refinery, denk ik. Holy shit, die is groot. Hier staat refinery, toch? Ja, deze. Ja. Ik moet even omdraaien om het te lezen. Oh, ja. Die hebben ze op zijn kop geplaatst. Oké, kijk uit dat je inventory niet spontaan vol zit, want die van mij zit vol. Nu al. Die van mij ook. Echt in 1 seconde. Holy shit. Even... Wat zit er zo zwaar in? Is de motor zwaar? I guess. Hey, ik heb computer parts. Nice. En steel plates, en die zijn nooit verkeerd. Oké. Steel plates is een beetje de core item. Ik ben nu alweer vol. Wat? Holy shit, ik heb echt... Of heb ik gewoon iets over het hoofd gezien? Nee hoor, ik ben nu 1 seconde te vol. Wat is er zo zwaar? Dat gaan we nu zien. Construction panels, volgens mij. Nee, toch? Oh ja, construction components. Ja. 18 liter per stuk. Ik denk dat het kilo is, maar... Holy shit, als je dat ding legit zou moeten bouwen. Ja. 200. Je hebt nog genoeg van alles? Anders... Weet je, als jij hem vast neerhaalt, dan zet ik hem alvast hier neer. Ja, dat is slim. Dat is een plan. Smak weer eens eventjes de grond hier af. Eens even kijken.
Ik moet echt 100 keer alleen maar steel panels vervoeren. Het zijn er 1100 die erin zaten. Wat? 1100 construction, of hoe heet het? Steel plates. Holy fuck, oké. Okay. Ik denk dat we hem gewoon hiernaast willen gaan neerzetten. Hey. Of willen we hem iets verder weg? Nou, voor nu zetten we gewoon alles naast elkaar. Ja, naast elkaar. Zien het later overal wel. Makkelijk bij. Zien later wel of het handig was. Steel plates. Okay. Ja, dat vond ik nodig. Hé, hey, wat een voordeel. Veron heeft er al heel wat ingestopt. Superveel. Ja, la 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 da, da. Oké, okay, ik ga even. Je kan zo meteen erin stoppen. Gewoon 1 seconde. Ja, hij is weg. Je weet het. Nice. Als je 1 seconde zeg maar weld, dan zit het er al meteen in. Dus jij kan de hele tijd door met welden. Dan gooi ik continu de stuff erin. Oh zo. Ja, dat kom ik nu achter dat het zo werkt. Ik weld 1 seconde. En het zit erin. Zie je? Mhm. Je hebt alleen maar... Dus je hebt een percentage, hoe lang je hebt geweld. Maar als ik ook zelf iets pak dan... Ja, het gaat natuurlijk zo snel. Is er een manier om meteen in de inventory te gaan? Of moet ik ook met K en dan inventory klikken? K, volgens mij. En dan weer. En dan weer op inventory klikken, oké. Oh, ik heb Metal Grid sprong ook nog in mijn inventory. Oké. Oké, we zijn er bijna. Bijna alle steel plates. Nog niet genoeg. Oké. Ik heb nu en... Boeia. Oké, construction components. Doe jij die? Ja, die doe ik wel. Dan pak ik de large steel tubes. Wait. Oké, die zijn erin. Welke komen er daarna? Ik heb de large steel tubes nu. Ik als jij er ook nog een paar van wilt meenemen, want je kan er maar 9 per stuk, dus... Ja. Er moet er nog eentje. Oké. Okay. Doe jij de motoren? Ja. Doe ik de computers. Die zit erin. En wat hebben we dan nog nodig? Niks meer, denk ik. Ja! Ja! Warning, shoot low on energy. Ik ook! Snel! Oh, wacht. Ga jij maar eerst. Oké. Okay. Okay, ga maar. Ik zet al mijn pak uit. Hoeveel heb je? 17 score. 17. Hallo. Dan laat ik me even vol lopen, want ja hoor. Je hebt genoeg tijd. Dit poppetje die danst. Get in. Eerst shoot aanzetten. 16%. Oh, oké. Okay. Dat was veel te close. En hey. Je wordt geboost met energy. Ik word gevoed door uranium. Lijkt Iron Man wel. Ik leef op energie. Oké. Okay. Dus. We moeten de vloer wat... Hey, we hebben tenminste refinery wel goed geschreven. We zijn beter dan onze schepen. dus hoe refineren we shit? How does this even work? Terminal is not connected to the ship. Wat? Oké, het heeft stroom nodig en verder zegt het heel weinig. Zeg dat we eerst het ding moeten aan. Ik wil nog een refinery mollen. Ik ga die van mij mollen. Waarom wil je... Wat? Daar krijg je vet veel steel plates van. Oh, oké. Okay. En dan kunnen we... Oké, okay, we hebben een assembler nodig blijkbaar. No assembler on the ship. Dus ik ga even mijn assembler eerst lopen. Maar jij mag gaat wel verder met het fancy maken. Nou, fancy hoort het niet. Nou en? Wat is een conveyor?
Dat is een buis waar items doorheen gaan. Collector, dat neemt alle items in, neem ik aan. Ja, dat is een hopper. Ja. Wauw, oké. En dan is dit de assembler. Ik zit zo goed als leeg. Mooi. Dus je hotbar is alleen maar phantom items, jongens. Dus het idee van dingen te bouwen. Niet het item zelf. Tenzij in creative zit. Dit is daadwerkelijk mijn echte inventory, als je het zo ziet. Oké. Oké, het begint er goed uit te zien. We hebben een gigantische refinery en een... Ja, dat ziet er geweldig uit. Absoluut. Assemblies. Assembly. Zo. Oh, je hebt ook nog batterijen? Ja, die zijn ook net nieuw. Dan kan je met de solar panels werken en dat wil ik echt heel graag doen. Oké, wat doet de medical room? Als je hoog van de grond afvalt of hard tegen ergens aanknalt, gaat je held weg en dan kan je daar gewoon healen. Oké. Is dit een beetje goed geplaatst? Oh, oké. Het gaat zo snel, al die items. Volgens mij zijn die large tubes zijn fucking zwaar. Ja, die waren ook gigantisch zwaar. Je kan zien hoe zwaar zo'n ding is. Die zijn... Maar heb jij steel plates? Dat is het enige wat ik mis. Niet meer. Ik kom zo helpen. Oh, nu wel. Wat in de... Zit ik 53 uur?